Vroeger dan normaal mogen Purmerenders en Beemstelingen vanaf maandag 22 november naar de stembus. De lijsttrekkers krijgen 30 seconden op een plek en decor naar keuze om te vertellen waar ze voor staan. De Purmerendse tak van D66 mag deze aflevering beginnen. Op dit moment heeft de partij van fractievoorzitter Mark Intres 4 zetels in de raad. En ze hopen op een goed resultaat de komende verkiezingen. Zijn 30 seconden gaan nu in. Iedereen verdient gelijke kansen. Dat klinkt heel logisch, maar de praktijk is vaak anders. Veel kinderen beginnen elke dag met een 0-1 achterstand, omdat hun startpositie slechter is, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen. Doordat ze thuis niet of weinig in aanraking komen met boeken, met sport, met kunst en cultuur. En in coronatijd is die achterstand alleen nog maar groter geworden. Daar kunnen we iets aan doen, door het beste onderwijs met ruim aandacht voor sport en cultuur, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij staan voor gelijke kansen en goed onderwijs. Stem daarom D66. Dan is groep Hop aan de beurt. De partij is in 4 gemeenten actief en André Fleré heeft de Purmerendse afdeling onder zijn hoede. Dag kiezers van Purmerend en Beemster. Dit is wat wij graag willen in Purmerend en Beemster. Containerwoningen. Containerwoningen, zorg hier toch al voor dat er rust komt in de huizenmarkt. Dit is goed om jongeren op de huizenmarkt te kunnen laten starten. Laten we zo snel mogelijk beginnen met deze containerwoning. Modulair bouwen, daar zet groep Hop Purmerend zich en Beemster voor in. Lijst 13. Morgen een nieuwe aflevering van de Zeepkist. Dan zijn het CDA en de Piratenpartij aan de beurt.